Nou, in hoeverre... Oeh! Oh, wauw. Oké, jij moet waarschijnlijk even op mijn schouder. I grab my sword. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Ark Valguero. De serie waarin wij hopeloos proberen een dorpje te runnen naar aanleiding... Hold up. What is dit? Oeh! I want to check that out. Oké, de serie waarin wij hopeloos proberen een dorpje te runnen, maar de andere goochems niet zo hard hun best doen als ik. Zo komt dat af en toe over. Goed, wat is dit? Een bulletin board. Owner dorp Mennen. Is this mine? Oh, personal owner, tafelman. Nee, dit is van Rudy. Oké, what does this mean? Board. Scary looking animal. Please contact Jackson if found. Dat is een mammoet. Dat is... Wat is dit? Wanted? En dat is een pteranodon. Contact Leonard Skinner. Ja, ik kan niet echt in contact komen met die band. Community box. What does it do? Ik kan hem alleen oppakken. Rudy, kan je hem even openmaken als je hem plaatst? Hetzelfde geldt hiervoor, want ik kan hier nu niks mee. Ik snap ook niet waarom dat eigenlijk zo is, eerlijk gezegd. Structure ownership. Kunnen we anders niet gewoon tribe own doen? Update tribe governance. Kan ik hier dan nu wel in? Oh ja. Oh ja, zeker. Wat is dit? Een outpost. Dat is leuk. Een guestbook. Ook leuk. Bulletin board. Oké, dus Rudy heeft een bulletin board gemaakt. Gezocht spinozadel. I like the idea of it. Dat is leuk. Heb ik een spinozadel? Misschien kan ik dus ook opdrachtjes achterlaten voor iemand anders. Maar iemand heeft dus een spinozadel nodig. Heb ik daar niet gewoon... Ben ik al niet hoog genoeg level daarvoor? I do. Hoe zit het met die andere knapen? Ik weet niet welk level zij zijn. Oh, Link is 72. Die kan hem ook net maken. Die is wel een aantal keer dood gegaan. Oei. Allosaurussen? I see. Oh, Link gaat weer over de Allosaurussen. Oh, nee. Ark Ragnarok in a nutshell. Fucking Link. Saddle. Even kijken. Sabertooth, Parasaur, Ichito en Dunkleo. Dan heb ik hier nog saddles. Pelagornis, Paracer, Dunkleo, Dodicrus. Dus ik heb er geen een, maar ik kan er vast wel eentje maken. Spinal. Hide, pearls. Oeh, die pearls zijn lastig. Ik heb het wel. Heb ik veel pearls? Volgens mij niet. Volgens mij is parels is zo'n beetje 450. Parels is volgens mij een beetje lastig. Oké. Ik heb wel een zadel. So I have finished a quest. Tenminste, dat is gewoon een oproep van iemand hier in het dorpje. Dus ik weet niet of ik het dan gewoon hier ook in kan plaatsen. Van hier, Spino Saddle. Plup. Nou, zit erin. Alsjeblieft. Doe er wat leuks mee. Zal ik anders ook een outpost gaan maken? Tenzij die er al is, hoor. We gaan eens even kijken. Er staat hier overigens ook een bordje bij. Wie kan een saddle craften voor deze jongen? Waarom bewoog ik? Oh, vanwege jouw hoofd. Zadel zit in bulletin board. Nu heb ik de tekst aangepast, et cetera. En dan lossen ze het maar op. Wat is dat? Dat is een tyfus grote staart. Dat is... Mag ik de tekst... Ik kan eigenlijk al de silhouet zien. En eigenlijk al zien dat het een wyvern is. En twee allosaurussen die erbij staan. Alright. Hoe staat het trouwens met mijn icebox? Wordt daar nog leuk... mee gewerkt. Ja, die ice cubes, die gaan gewoon lekker een dag. De... Hoe heet het? Oh! In de hele tijd dat ik niet online ben geweest, is er letterlijk 9 vanaf gegaan. Oké. En er zit pokkenveel stroom in. Oh my god. Nice. Maar dit ding zou dus ook olie kunnen maken, maar we hebben al een oil refinery of zo'n pomp, dus dat is niet nodig. Wat is dit? Dorpsoven? Yes, dat wisten we al. Oh, wacht eens even. Dit is misschien wel handig. Oh, hier zit fertilizer in. Where is da poepoe? Want Rudy, die, hier. Hij heeft 2 van die poepbakken. Dat is op zich wel handig. Aangezien die maken heel veel feces. Dan haait erbij een spoiled meat. Nou, dat hebben we. Ja, dan kunnen we inderdaad olie maken, mocht het inderdaad zo ver komen. Juist.
Oké, ik wil die outpost wel even gaan maken. Maar dan moet ik ook even kijken of er überhaupt al eentje is. En waar die is, hoe groot die is, et cetera. Dus ik neem Nimbus 2.0. En we fly. Oké, ik zie in de nabijheid. Zie ik geen outpost. Wat mij wel grappig lijkt, is misschien daar bovenop die berg. Waar mij, boven het hoofd van mijn karakter. Daar een outpost te hebben. En misschien hier verderop eentje. Bij het puntje van het hoofd van de Pteranodon. Misschien daar een outpost. Of hier op de steen of zoiets. Ligt er ook een beetje aan hoe groot die is. Maar ik wil het wel uitproberen. Oké. Spul erin. 1 outpost alstublieft. Yes. Hij is nog best wel groot. Hij is niet groter dan de... Of is hij wel groter dan de muur? Ik kan het moeilijk zien. Nou. Laten we hem even bij de muur houden. Nope, niet groter dan de muur. Oké. Dan is het misschien wel geinig inderdaad als wij... wat is een goede plek? Het is sowieso ook wel vet als wij zeg maar... anders... Oh, dat is wel sick. Maar dat is echt een pokkenklus om te doen. Als we zeg maar een soort brug maken van hier naar daar. En dus ook van daar naar daar. Of zoiets. Alleen, dan moet het wel een brug zijn met zeg maar een opening erin. Zodat je uiteindelijk ook met je raft er doorheen kan varen. Dat is wel sick. Maar om dan ermee te beginnen, laten we dan een outpost anders hier aan de achterkant plaatsen. Ja, I like that. Zodat we overzicht hebben, in zekere zin, over de wateren. Bloep. Hoppa. Oké, hoe komt men dan omhoog? I have not thought of that. Waarom is dat zo vreemd? Waarom zit er niet gewoon een ladder aan? Dan moet je een eigen ladder eraan verbinden. Waarom is dat dan weer zo vreemd? En opeens is het donker. Kijk, want er is hier wel een opening. En ook aan die andere kant. En daar zou je dan een soort ladder aan kunnen hangen. Denk ik. Rope ladder is wel leuk. Ja, laten we een rope ladder daarvoor gaan maken. Erin vliegen. Want die rope ladders plaatsen is echt de worst. Want dan moet je eigenlijk gedraaid staan. Pick up outpost. Oké, goed man. Je moet gedraaid staan en een... Oh. Oké, never mind. They have fixed that. Bloop. Climb down. Jij hebt mijn schouder. Climb down. Oh! Really? Ik dacht met een rope ladder dat het toch wel anders zou zijn. Ik dacht zo'n rope ladder is zo'n uitklapbare die we in Aberration ook hadden. Wat is dit nou weer voor gelul? Hij houdt gewoon op. God damn it, dan moet ik echt nog... hoeveel zullen we erbij nodig hebben? Dit is 1, 2, 3, 4, 5, misschien 6. Klik, 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 klik. En ja, 5, dat is perfect. En dan kunnen we zo... Nou, dan kan je omhoog klimmen en dan kan je uitkijken. En dan zie je van, oh yes, yes, eilandje. Yes, yes, vis, yes, yes. Ja, I like that. Dat is leuk, een soort vuurtoren idee bij het haventje. Ja, leuk. En eigenlijk zou ik er dan ook eentje aan de andere kant moeten hebben, but no one gives a shit. Wat ik zou willen, is natuurlijk de reusable copper electrical cables. Maar misschien is het geinig om deze te maken, of is dit geinig? Copper storage, na. Of misschien zoiets. De Steam Impulse Turrets. Ja. Requires electricity to run. Maar dan zou ik die... Als ik een plannetje heb... Dan zou ik die bewijs van... Gas, kimmig. Het staat hier helemaal vol. Dan kan ik die... ligt er ook een beetje aan hoeveel range ze hebben. Maar dan kan ik ze bijvoorbeeld hier bovenin plaatsen op een platformpje. En dat ze naar beneden kunnen schieten. En dus aangezien het non-lethal is... Schiet ze dus alles weg. Ook al zijn hier buiten de muur letterlijk alleen maar... herbivoren, dus die hebben geen intentie om aan te vallen. Maar mocht er ooit iets zijn, kunnen we wellicht die turrets wel gebruiken. Oeh, jemig, deze heeft natuurlijk een eeuwigheid staan branden. Hoeveel heb ik? Best wel wat metal ingots. En een klein beetje smelted copper ore. Really? Oh, er kan echt veel meer gemaakt van worden. Alleen, dat ging fout.
Of dat deed ik hier. Aangezien ik er hier meerdere tegelijkertijd kon maken. Ik denk dat dat het is. Oké, want ik heb nu echt... giecheltje veel metaal. En dat kan ik eigenlijk allemaal omtoveren. Maar daarvoor moet ik eventjes resources omgooien. Dus give me a second. Oké, if I turn it on... nee, ik ben de metal ingots vergeten. Oh hemel, metal ingots. Ja, dat zijn de andere. Oh jezus, dat zijn niet de juiste. Tenminste, ja, het valt allemaal onder hetzelfde uiteindelijk. Maar ik wil deze gebruiken. Alleen die kan ik blijkbaar niet op de traditionele manier poelen. Dus dan moet ik het maar heen en weer staan te yeeten. Oké, maak dat, maak dat, maak dat. Zo, heel veel. En dan moet ik nog even wat kool erbij blijven maken. Misschien is het ook handig als wij gewoon weer in grote aantallen sparkpowder gaan maken. Aangezien deze dingetjes allemaal sparkpowder nodig hebben om te draaien. En sparkpowder is relatief simpel om te maken. Dus dan maak ik hier 250. En hier ook. Dan zit het voorlopig wel even snor. En uiteindelijk hierin kan ik ook weer plates maken. Dus dat, huppakee, knal ook die productie daar maar van aan. En dan gaat alles in een mooie loop. Oké, we kunnen ook even bedenken van wat voor quest zullen wij achterlaten voor de jongens om te doen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld echt... ik heb vrijwel zo'n beetje alles gedaan. Zo voelt het wel een beetje. Maar ik heb bijvoorbeeld voor elektriciteit gezorgd. Ik heb voor een ijsbox gezorgd. Misschien. Alhoewel, nee, ik heb nu structure ownership heb ik nu op tribe gezet. Dus als het goed is, kan iedereen nu gewoon in mijn gebouwtje in gebruik maken van mijn workstation. Ook al zal ik hem voor de zekerheid alsnog even unlocken, unlocken, unlocken. Deze unlock en deze unlock. Als het goed is, kunnen ze ook gewoon in mijn kasten terecht. Maar voor de zekerheid unlock die ook maar eventjes. En dan... kunnen ze eigenlijk allerlei dingetjes maken die ik dan uiteindelijk niet hoef te doen. Dus, wat zou ik willen? Dan moet ik even een noot gaan maken. Wat willen we op de noot? Iets van 5 steam turrets ter verdediging? Ja, 5 lijkt me... Nou, doe maar 6. We hebben, even kijken, 3 poorten en dan 2 per poort. Zo. En het moeten per se steam turrets zijn, want anders word ik gewoon boos. Spinozadel is complete. 6 team turrets ter verdediging staat open. Dan zullen we wel kijken wie dat uiteindelijk doet. Is deze inmiddels al wat meer gevuld? Nee, dit zijn nog steeds mijn eigen resources die erin zitten. Vooruit. Nou wil ik natuurlijk uiteindelijk ook mijn huisje verbouwen. Dus even kijken. Copper walls bestaan die. Reinforced copper walls. Decorative copper wall. Behemoth copper wall. Kijk, wat heb je er nou voor nodig? Copper plates en metal ingots. Dus kortom, we hebben gewoon bakken met metaal nodig. Ankylo, ik heb jouw assistentie weer nodig. Zei hij met een zeer vervloekend stemmetje. Ik ben even de metaalplekken weer leeg aan het plukken. We staan nu op zo'n 2400 metal. Dat zal omgerekend weer 1200 ingots zijn. Ja, we hebben echt bakken met ingots nodig om dus uiteindelijk ook dat copper te ondersteunen. Maar dus ook gewoon om inderdaad muren te hebben. Er zullen vast ook wel copper walls zijn. Of ceilings, excuus. Wat heb je dit? Ceiling, light ceiling, fan, decorative ceiling, plain copper ceiling. Ja, ze kosten allemaal... Oh, grated zelfs. Oh, dat is wel geinig. Wat hebben we... Provides insulation and doubles as a floor for higher levels. Oh, nou, we eens kijken. Wat dan een beetje, tenminste hoe het op mij overkomt, is dan hebben we een soort van rolverdeling in het dorpje. Dat ik eigenlijk voor de technologie, et cetera, zorg. En dan mogen die andere giegels, die mogen dan wel, weet ik veel, dino's gaan temmen en zo. Oh, nee. Want dat vind ik eigenlijk toch een van de minder leuke klusjes hieraan. Dit is bijzonder veel olie. Kan ik dat nog meenemen? Want ik zit eigenlijk bijzonder vol op het moment. Tenminste, mijn ankylo zit niet zozeer vol. Maar ik kan gewoon die ankylo niet verder op mijn schouder dragen als hij meer weegt. Oké, de eerste batch is... Hij had nog best wel wat steen bij zich. Ja, dat komt omdat ik ook die andere dingen ging mappen. Obsidian 1000 stuks.
En metal bijna 4000. We hebben ook echt bakken met obsidian nu. Dat kan op zich ook wel even wat minder worden. Aangezien, ja, ik heb obsidian nog niet echt nodig gehad of zoiets. Volgens mij heb je het nodig om... God, hoe heet dat spul ook weer te maken? Polymer. Ja, hier cementing paste en obsidian. Cementing paste zit ik dan weer een beetje aan de lagere kant mee. Maar ja, ik ben nog niet op het punt gekomen waarbij ik dat inderdaad hoef te maken. Gaat dit nog even lekker zijn gang? Ja, alleen het duurt gewoon even met die smelted copper ores. Misschien dat ik inderdaad deze dan ook gewoon moet activeren. En dat deze ook gewoon zijn gang gaat branden. Want anders duurt het wellicht een beetje te lang. Anders doe ik deze voor de copper ores en doe ik deze gewoon voor het metaal. Metaal smelten gaat, is best vanzelfsprekend. En dan moet ik er ook gelijk even een schatlading en hout in gooien. Hoeveel heb ik nog? Community box. Large storage box. Oh, dat is de... Ja, nee, die moet ik niet hebben. Really? Heb ik maar 2500? Ik heb gewoon exact 2500. Oké, nou dan gaan we zo direct even met ons bevermannetje weer aan de slag. Om dat in gang te zetten. Maar dan kiegel ik hier wel alvast metal in. En een beetje spark powder. Mijn andere mortar en pestels, die hebben het ook nog wel. Maar hier, dat gaat lekker branden. Hoppakee, lekker man. Hoeveel zit hier nog in? 400. Ik had er al wat uitgeplukt. Dus misschien zit je van, hé, je had toch meer gemaakt. Dus ja, klopt. Maar ik had er ook al wat uitgeplukt. Hoppakee, zit het daar weer in. Zit het goed. Beaverman, it's your time to shine. Cast the roidies. Hoe zal ik jou noemen? Ik noem jou... Beavis. Yeah. Voor de oudere knapen onder ons, die zullen deze referentie snappen. Hallo, hi. Leuk u gekend te hebben. Oh, en dat andere meertje, daar lagen de silica pearls. Dat is waar ook. Dus mocht ik inderdaad meer parels nodig hebben, moet ik daarheen. Het is bijzonder druk hier. Excuus, sorry, het was niet mijn bedoeling om je te mappen. Maar als jullie allemaal hier als een menigte gaan stilstaan, ja, dan is de kans inderdaad groot dat ik je per ongeluk aantik. Wat overigens niet mijn bedoeling was. Hoeveel hebben we nu? 1, 2, 3, 4, 5 stacks. 12.500 en een beetje. Excuse me, Stegosaurus, could you... Oh, wow. Een stego loopt vrijwel de exactzelfde snelheid. Dat was weird. Oké, mijn Casteroides loopt nu echt aanzienlijk langzamer. Dus hoog tijd dat wij terug gaan zwemmen. En we zijn gearriveerd. Met bokveel hout. En een klein beetje restanten die ik nu uit hem ga grissen. En in de bak ga plaatsen. En een groot aantal van dat wood plaatsen wij hier. Dit is weer bijzonder veel hout. Wat zullen we doen? Gewoon 2 stacks hierin. Racht bakken. Gewoon eigenlijk zoveel mogelijk. Doe anders maar gewoon 10k. Fuck it. Het is weer die 8k. Ik haal het er zo weer bij, joh. Oké, dit is klaar. Dan kunnen wij nu dit gaan maken. More copper plates. I need more. Oh shit, ik heb misschien meer glass panels nodig. Oeh, dat kan ik hier ook maken. Want ik had een klein beetje kristal erbij. Doe maar 750. En maakt u het maar. Want dan moet ik waarschijnlijk met mijn Ankylo ook weer eventjes langs de kristalplek. Om daar weer te stacken. Het is veelal van hetzelfde, moet ik zeggen. Deze steampunk mod. Wat je gewoon nodig hebt is metaal, kristal. Hout. That's it. En dan red je het. Hoeveel van de map heb ik eigenlijk ontdekt? Niet veel. Dan stel ik voor dat wij zo direct op een ontdekkingsreis gaan. Om dan linksboven te beginnen. En dan gaan we die hele bovenste ring gaan ontdekken. En dan zien we het wel of er iets leuks uit te halen valt. Oh, hier, schorpioendes. Wegwezen. En dat is de laatste wat dat oplevert. 1700 kristallen. Dat is weer een leuke vondst. Alleen in vergelijking met het metaal gaat kristal natuurlijk een stuk langzamer.
En dan zullen wij staan op een totaal van... Hoeveel? 1788. Ja, dat is geen ene reet dus. Ik zou zeggen, mieter hier maar gewoon even wat kristal in. Als in 1500. Whoops. Zo. Kunnen we daar ook weer even zo glass panels van maken? Oh, wacht. Die moet ik misschien bij die andere hebben. Stop de productione. Dank u. Dat moet hier zijn. Bloep, 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 bloep. Dan gaat het dubbel zo snel natuurlijk. Alleen, ik heb geen smelted copper ore meer. En dat komt omdat ik geen kool meer heb. Maar kool was ik hier aan het maken. Moet je kijken, wat een kool. Zo, ik heb hier nu ook even wat hout in gedaan. Dan gaat hier ook gewoon een koolproductie gaande. Die is natuurlijk eigenlijk minder snel dan deze. Maar dan moet ik gewoon af en toe even terugkeren en even wat kool overhandigen. Zo, en dan kan alles gewoon lekker in zijn gangetje gaan, hè? Wij hebben overigens nog een leveltje erbij. Hold up. Hij was niet aan het produceren. Gemiste kans. Doe maar een health, joh. Wat krijgen we daar? Een rack saddle. Wauw. Wat krijgen we op 75, by the way? Dat is een vault. Een of ander zadel. En dit is die in... volgens mij... Een soort vuilnisbak moet dit voorstellen, geloof ik. Maar goed, ons avontuur gaat richting het noordwesten. En dan gaan we even een groter deel van de map ontdekken. Want wij spenderen te veel tijd bij ons huisje. En hebben te weinig tijd rondgekeken. En dat hij bam zo op die kwetselse rug. Oké, okay, we wachten wel even totdat hij geland is. Ik zat te kijken. Wacht eens even, hij is er niet. Oeh, moet je kijken, daar is ook een bruggetje. Heb ik die wel eens eerder gezien? Ik kan niet inzoomen. Maar geloof me maar dat daar een bruggetje is. En er zijn ook heel veel paadjes hier. Alleen het leidt nergens naartoe. Je kijkt, het is allemaal paadjes. En in de gele drop zit... Mag ik hem openen? Mag ik al? Yeah. Iguanodon. En Kite in Boots. Oké. Okay. Een stel, hè? Even kijken, wij zitten... Oh, ik ga ook de verkeerde kant op. Ik moet eigenlijk deze kant op. Want ik zie daar een paadje en die loopt wel heel leuk daar naartoe. En dan zit ik van, ja... Kunnen het paadje gewoon volgen? Hé, hey, hou je grote bek eens even. Je schreeuwt om uitleg heen. Maar ja, deze paadjes leiden toch nergens naartoe. Het heeft geen betekenis. Dat is het treurig een beetje aan deze map. Alsof, zeg maar... Hij voelt alsof hij nog niet helemaal compleet is of zoiets. Maar dit ziet er wel indrukwekkend uit, dit deel. Die hoge rotswand en dan de watervalletje hier zo. Nou ja. En misschien ontdekken we dan op een gegeven moment wel even een betere resource plek ergens of zoiets. Ook al is dit best wel ver vliegen. En dan weet ik dan niet of het helemaal de moeite waard is. Maar we kunnen altijd eventjes kijken. Dit voelt wel een beetje aan als het einde van de map. We hebben hier een leuk greppeltje. Kijk, volgens de map zitten we ook, ja, letterlijk erbuiten. Buiten de grid. Eenmaal aangekomen in het sneeuwgebied, merkt hij dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is hier. Alhoewel, er lijkt hier een soort... Hoe zeg ik dat? Een soort put. Even kijken, waar is dit? Oh, dit is wel echt helemaal in de uithoek. Maar door deze rotsformatie is er hier een soort krater. Nou, ook weer niet, maar een opening. En wellicht dat hier iets zit. Grotopening. No, no, no. Ah, kristallen hierbij. Handig, handig, handig. Ja, dit is de blauwe toren. Ik zeg van, toch maar even kijken of hier nog iets bijzonders is. Voor de rest is het gewoon een groot aantal aan stenen met een klein aantal aan kristal. But what is this? Helemaal niks. Het is gewoon een opening. Oké, okay. Ik dacht iets bijzonders te hebben gevonden. Nee, was het gewoon niet. Oh, zie je dit? Er blijkt... In dit gebied blijkt er deep sea loot crates te zijn. Dat zijn die rode als het goed is. Daar zit echt goede loot in. Dan weet ik niet of ik hoog genoeg level ben om dat überhaupt te doen. De wyvern nest zit in ieder geval daar. Bij de artifact of the sky lord.
The Great Trench. Dus hier is Link naartoe geweest voor zijn wyvern. Aha. En hier is nog een point of interest, de Snow Ruins. Ik weet niet in hoeverre ik daar vandaan zit. Ja, pittig ver. Akelig ver. Ja. Maar er zit hier wel een cave ten zuiden van mij. Blue Obelisk. Ja, ik zit zo'n beetje naast de obelisk. Dus dat is letterlijk ten zuiden. Ik heb geen GPS daarentegen. Dus ik zal even goed mijn ogen open moeten houden hiervoor. Hallo maan, hoe is het? Volgens mij is dit het. Dat is een akelig klein grotje, maar er staat hier een Yuti naast. En ik wilde wel invliegen, maar in hoeverre dit gaat. Wel veel kristallen. Aha. Oké. Okay. Nou, in hoeverre. Oeh. Oh, wauw. Oké, okay, jij moet waarschijnlijk even op mijn schouder. I grab my sword. You shall not fuck me up. Dit is gewoon een ijspaleis, joh. Hello. Ik hoor de Yutis van buiten, dus dat schrikt me een beetje af. Oh, hemel. Wat de hel is dit? Klonk. Please no, Dino, de Rino. Oho. The artifact of the cunning. I have it. Zak mijn dik. Oké, okay, voor de rest is hier gewoon letterlijk helemaal niks. Is dit kristal toevallig? Oh ja, nou wat leuk. Oké, okay, deze artifact was echt bijzonder makkelijk te vinden, by the way. Ik bedoel, je loopt gewoon naar binnen. Alleen ja, ik wilde wel meerdere meenemen. By an organism. Hold up. Oh, kut. Ik lig op de grond. Stop. Oké, I'm good. Oké, wat nou als ik deze aan jou geef? Oké, dat werkte niet. Ik heb het gevoel dat ik dat al eens een keer eerder heb geprobeerd. Nou, leuk gedaan, ijspaleisje. Hey, hoe is het? We gaan ons avontuur voortzetten richting het oosten. Waarbij wij veel water, veel bomen en veel sneeuw om ons heen zien. Al kijkt u aan uw linkerkant, ziet u bergen en sneeuw. Al kijkt u aan uw rechterkant, ziet u minder berg en sneeuw. Dus even kijken. Dit was cave entrance en dan plop, en heb je hem gelijk. Hier heb je nog cave entrance, heb je artifact of the crag. Maar moet je kijken hier, de lair. Artifact of the pack, the strong en the immune. Wat is de lair? En waarom klinkt die zo intimiderend? Terwijl het overigens nacht is en ik zie geen ene reet. De lair. Valguero region. Oh, I get it. Pathway, waar is de ingang? Oh, hier is de, aan de rechterkant is de ingang. En dan loop je en loop je. Hier links om de hoek is een cave drop. Rechts, gewoon al hou je constant rechts aan. Dan kom je bij Artifact of the Pack. Al kom je binnen rechts, links. En dus eigenlijk rechtdoor kom je bij Strong. En al loop je daar weer van terug. Nee, dat is een grotje. Dus dat betekent dat je rechts en dan moet je helemaal om. Dit is een brugovergang. En dan uiteindelijk kom je bij de Immune. Holy shit, dat is een lang eind. En dat is een Spider Cave. Spider Cave, does whatever a spider can. Wat dan handig is, kijk, daar zijn Aranea's, Meganeura's, Titanboa's, Zieke Minucci's. There's a part of the cave where even a raptor or a Deinonychus cannot fit that is about halfway through the cave. However, a Deinonychus can scale the wall of the cliff and blah 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 blah. The broodmother spawns outside of the cave itself. What? Een broedmoer? I was not aware of this. Rare, broedmoeder Lysrix. Oh. Highly recommended to take a gas mask or a full scuba suit. Oh, er zit dus gas erin. Oké, okay, leeches. Ja, god, hoe heet het beest ook weer? Wat mij goed leek, is om dan inderdaad een megatherium te temmen. En die krijgt natuurlijk de bugkiller buff. Als hij dus iets van een bug killt. Maar aangezien er constant spinnen zijn, blijft die buff constant refreshen. Dus dan doe je mokertje veel damage. Je broodmother killer. Megatherium makes killing the broodmother Lysrix much easier due to its bugkiller buff. En bla 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 bla.
You get it? Oké. Dus dat staat op het verlanglijstje. Misschien... Oh, dat is ook misschien een quest. Iets van 2 megatheriums temmen. 2 of 3. Daar zal ik ook zo direct even een note van maken. Even kijken wat er meer fiber en thatch. Ja, als ik bij het kampje ben... Of bij het dorpje, dan maak ik weer even een note. En dan zet ik iets van neer. 3 megatheriums temmen. Eigenlijk, dat kan ik nu wel even doen. Want het exploren, ja, dat zal me echt een worst wezen. Want ik wil die artifacts wil ik hebben. Zodat we uiteindelijk als een geheel dorp. Als een leger. Als een unit. Jemen, ik kom niet bij. Als een squad. Dat we dan gezamenlijk de eindbaas gaan killen. Door middel van alle artifacts. Dat lijkt me leuk. Alright, I need to make 2... Nee, 1 note. 1 note moet ik hebben. Bloep. En daar zet ik op. Minimaal 2 megatheriums temmen. Zo. Oh ja, en de artifact moet ik natuurlijk eventjes opbergen natuurlijk. Dat doe ik wel even in de speciale kist. In de hoop dat mijn mededorpelingen deze quest binnenkort zullen afronden... Dus 6 team turrets ter verdediging en 3 of megatherium stemmen, minimaal 2, staat ook. Ja, ze gaan maar lekker in gang, joh. Nog 1 dingetje, dan moet ik even kijken naar mijn apparatuur. Oh my god, dat is zoveel kool. Om dit allemaal over te zetten is echt een verschrikking. Kan ik dat serieus niet met een gun? Is dit de transfer gun? Kan ik die niet speciaal africhten op, weet ik veel? Oh, shit. En dan zet hij gelijk alles over. Dat wil ik ook weer niet. Nou goed, ik ga dat even lekker omzetten. Dat is allemaal niet interessant voor jullie. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!